God zegen iedereen. Het is mooi om te zien hoe wij in deze onzekere tijd, in deze momenten van chaos, toch de tijd nemen om het woord van God te bestuderen en om het woord, naar het woord van God te luisteren. Het is goed om het de tijd te nemen, juist omdat er om ons heen heel veel wordt gezegd in het nieuws. Er is heel veel cijfers, heel veel doden en mensen die zijn aangestoken. Het is heel erg onduidelijk wat er nu precies aan de hand is, wat er gaat gebeuren de komende tijd. En het is goed om juist nu een moment in rust te nemen en een moment met God te nemen. En ik wil graag met jullie lezen twee versen uit Psalm. En het gaat om Psalm 46. Vers 2 en 3. En het zegt als volgt. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom, let goed op, daarom vrezen wij niet. Want al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Mensen zijn altijd op zoek naar standvastigheid. En heel veel mensen die denken dat ze standvastigheid kunnen vinden in school, een diploma, in een zekere salaris of in een huis. Maar corona heeft eigenlijk laten zien dat eigenlijk alles op een gegeven moment kan omvallen, alles kan wankelen. De beurzen die zijn enorm in de min, de economie is enorm in de min geraakt, de huizenprijzen dreigen om te vallen. En het is een moment van stress. Maar juist in dat soort momenten is het moment waarop wij kunnen vertrouwen in de Heer. En Heer, op dit moment de enige blijkt te zijn die daadwerkelijk door alle periodes heen stand houdt. En mensen zijn op dit moment nooit meer een probleem aan het komen. Ik heb van meerdere mensen vernomen dat zij in de komende tijd problemen gaan ondervinden met het betalen van de huur. Problemen gaan ondervinden met het betalen van vaste lasten. En dit is een enorme periode voor ons als kerk. Een periode van beproeving. Want misschien zijn we altijd gewend geraakt om kerk te zijn op woensdagavond, op vrijdagavond en op zondagochtend. En in die periodes was je christen en dan was je er voor elkaar. Maar nu is het, omdat we ook heel veel kerken kunnen nu bij elkaar komen, juist de manier om te onderzoeken van wie zijn we eigenlijk echt als kerk? Wat zijn we? Zijn we een gebouw? Of zijn we mensen die bij elkaar komen en mensen die in God geloven en in Jezus Christus geloven en die geloof en die standvastigheid en die betrouwbaarheid die wij stellen in ons God kunnen tonen aan de rest van de wereld? En dit is echt een tijd van de beproeving van ons geloof en de tijd om echt te kunnen schijnen als kerk. Op dit moment zijn er vast heel veel mensen om je heen die in stress verkeren. Er zijn vast heel veel mensen om je heen die in onzekerheid, spanning, stress, verdriet van alles meemaken. En juist in die periodes, juist in dat soort tijd, in die tijd, waarin ieder rent en hamsters in de winkel. Juist zei wij moeten het volk zijn dat rust brengt. En dat weer teruggaat naar de Heer. En kijkt naar wat is nou daadwerkelijk standvastig. Waar kan ik op vertrouwen? En ook die vertrouwen kunnen uitspreken. Geloof kunnen delen met de mensen om ons heen. Wees in deze dagen het licht. Help je buren. Deel het woord. Een prachtig initiatief zou kunnen zijn om gewoon te kijken in jouw straat. Als je een avond vrij hebt, kijk of je buurvrouw of buurman misschien boodschappen nodig heeft. En ga die boodschappen voor diegene halen. En als je het misschien kan betalen, als je weet dat die mensen misschien in een lastige financiële situatie zitten, kijk of jij iets kan missen om misschien de lasten te kunnen verlichten voor diegene naast je. Want zo zijn we echt daadwerkelijk een kerk. Dat niet alleen op zondag of woensdagavond en vrijdag, maar een kerk voor elke dag die altijd bereid is om de mensen om ons heen te helpen. Er is een cruciaal moment in de Bijbel en dat is denk ik de dood van Christus. En op dat moment dachten misschien heel veel mensen van het is klaar.
Het is klaar, die man is dood. Die man die zei dat hij de zoon van God was, is dood nu aan het kruis. Het is klaar. Maar er is altijd kracht. Er is altijd kracht in de opstanding. En ik geloof dat wij als kerk in deze periode, maar wij ook als samenleving, in deze periode juist onze kracht moeten laten zien. Er is heel veel wanhoop om ons heen. Maar de kracht zit er meer in. Dit komt echt goed. Dit komt goed. God is met ons. God is altijd met ons. God is een betrouwbare hulp in de nood. En hij is onze veilige schuilplaats. En God is nog steeds een God van wonderen. Ik wil op dit moment samen met jullie bidden. Ik wil op dit moment samen met jullie mijn ogen sluiten. En me volledig richten tot de Heer. Vader, in deze tijd, Vader, in deze bijzondere tijd, Vader, willen wij verklaren dat u de enige bent op wie wij kunnen vertrouwen, Vader. Vader, geef ons de wijsheid en de middelen om een licht te zijn, om een hoopbaken te zijn voor mensen om ons heen, Vader. Voor onze buren, voor onze collega's, voor een ieder die het nodig heeft, Vader God. Vader, laat uw liefde voor ons door ons heen stralen. En laat de mensen om ons heen zien hoeveel u van hun houdt, Vader God. Vader, laat ons een werkelijke, standvastige kerk zijn. Niet een kerk dat gebonden is aan vier muren, maar gebonden is aan de vier hoeken van deze aarde, Vader God. Vader, laat dat wij het verschil maken in deze tijd, Vader. Dit bid ik in Jezus Christus' naam. God zegen jullie allen.